ALS is een ziekte van de motorische zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg. Deze motorische zenuwcellen sturen de spieren aan en als dit gestoord is, ontstaat er zwakte in de armen, de benen en het gelaat. En uiteindelijk ook van de ademhalingsspieren, waardoor patiënten gemiddeld 3 jaar na de eerste klachten overlijden. Omdat ALS een ernstige ziekte is, willen we in Utrecht de diagnose zo goed mogelijk stellen. We hebben daarom een speciale ALS-polykliniek opgericht waar patiënten binnen 2 weken terecht kunnen en de diagnostiek zoveel mogelijk op 1 dag gedaan wordt, waardoor we aan het eind van die dag de diagnose kunnen stellen of patiënten gerust kunnen stellen. Ook willen we meer te weten komen over de oorzaak van de ziekte door middel van wetenschappelijk onderzoek. In Utrecht doen we daarom onderzoek naar risicofactoren voor het krijgen van ALS, waardoor we meer te weten komen waarom bepaalde mensen ALS krijgen en andere mensen niet. Dit doen we door het DNA van patiënten te vergelijken met grote groepen controlepersonen. En ook kijken we naar leefgewoonten van patiënten die we dan opnieuw weer vergelijken met mensen die de ziekte niet hebben. Aan de hand van de functie van de ziekte komen we meer te weten over welke ziektemechanismen bij ALS betrokken zijn. Het uiteindelijke doel is om de patiënten met deze ernstige spierziekte een beter toekomstperspectief te kunnen bieden.